for the first time in the history of TAFAF, there is the TAFAF art tour. And one of the spots is the Basilica Onze Lieve Vrouwe. It's one of the oldest Christian churches in the Netherlands. Ja, dit is een zeer druk bezochte plek in Maastricht, in de kerk. En aan deze kant komen de mensen allemaal een kaars opsteken voor dit beeld hier. Ja. En wat stelt het beeld voor en wat is er bijzonder? Het beeld is het beeld van Onze Lieve Vrouw Sterren der Zee. En het is een van de schone Madonna's. En het stamt uit 1450. Dus het is een beeld van bijna 6 eeuwen oud. En is het gemaakt door een Limburgse kunstenaar? Of weten we dat? Dat is niet bekend. Waarschijnlijk Zuid-Duits. Maar de maker is niet bekend. En het is gemaakt van verschillende soorten hout die samengesteld zijn. En kun je vanuit TAFAF-optiek spreken over een bepaalde waarde? Ja, bij een religieus beeld wat in een kerk opgesteld staat, spreek je niet van een geldelijke waarde. Maar de emotionele waarde is hier natuurlijk heel groot. 1. Voor elke Maastrichtenaar is dit het beeld waar je een kaarsje gaat aansteken, ofwel een bougie. Ja. En als je in Maastricht bent geweest en je hebt de kapel van de Sterren der Zee niet bezocht, zelfs als kunstliefhebber, dan ben je niet in Maastricht geweest. Nee. Ja, voor de kunstliefhebber en voor de TAFAF-bezoeker is het hier ook de moeite waard. Want ik zie bijvoorbeeld een beeld van Jan van Steffenswert. En een paar jaar geleden is nog zo'n beeld verkocht op TAFAF. Ja, dus het is, ja, is wel van kwaliteit. En dat, dat was een beeldje op TAFAF van 25 centimeter hoog. Ja. En dit is toch een beeld van ruim een halve meter hoog. Dus als je dat gaat vergelijken, dan is dit veel en veel waardevoller natuurlijk dan het kleine beeldje wat op TAFAF is ontdekt. Maar dit gaat u niet verkopen. Dit doen we niet weg. Nee, uiteraard niet. Maar betekent wel dat ook in kerken hier in Nederland nog heel veel kunstvoorwerpen of voorwerpen van kunstzinnige aard te vinden zijn. Ik heb begrepen dat die kapitelen hierachter met die bogen, dat toch ook redelijk zeldzaam is. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. De kooromgang die u hier ziet met de dubbele zuilengalerij is uniek voor Europa. Het is de enige kerk in Europa die een dubbele zuilengalerij heeft. En de pilaren die zijn bekroond met kapitelen van Heimo. En Heimo was een beeldhouwer die met zijn gilde rondtrok van plek naar plek, waar werk voor hen was in die tijd. En die hebben onder andere hier de kapitelen gebeeldhouwd. En dat weten we omdat het tweede kapiteel aan de rechterzijde, daar staat Heimo op afgebeeld, waarop hij een omgekeerd kapiteel schenkt aan Maria. Ja, en deze binnentuin hoort ook nog bij de basiliek. Ik neem aan dat die bedoeld was voor de priesters om te bidden. Ja, deze kerk is vroeger kapittelkerk geweest. En de kapittelheren die in de herenhuizen rondom de kerk woonden, die kwamen dagelijks bij elkaar om hier hun vergaderingen en gebeden te doen. En hun rozenkrans en hun brevier, daar konden ze gebruik maken van deze binnentuin, ja. En op het moment is het buiten het Onze Lieve Vrouwenplein, dat aan de voorkant van de kerk ligt, heb je hier binnenplein, de pandhof zoals wij het noemen. En dat is dan het stilste plekje in Maastricht. Here behind me is Dinghuis. It's part of the TAFAF Art Tour. It's a building from the 15th century. And today, it's the visitors' center. Here in the center is the Vrijthof Square, and here we find 4 spots of the TAFAF Art Tour. The photo museum on this side, the Sint-Servaas Basilica, the theater, and in the corner, the Dominicana bookstore.